plan voor de Fiep Westendorp prijs was een animatieserie maken over rouwen en de dood. Nou, mijn project is een graphic novel van Napoleons veldtocht naar Moskou. Ik heb het prijzengeld gebruikt om het verhaal van mijn familie te vertellen. Dus hoe mijn familie uit China naar Nederland is gekomen. Ik won de prijs met het idee om materiaal een grotere rol te laten spelen in mijn illustratieve werk. Die associaties die een materiaal met zich meebrengt, dat heel veel kan toevoegen aan een illustratie. Dat dat een soort derde laag is. Ik ben op dit moment bezig met het maken van een videogame. Ik had helemaal geen idee hoe ik dat wilde aanpakken of hoe ik dat kon vertalen. Ik was ook heel erg zoekende in mijn stijl en hoe ik dat naar een professionele niveau kon brengen. Want het was wel knullig, maar zeg maar niet op naar een cute way, weet je wel. En nu weet ik heel goed wat ik aan het doen ben, hoe het eruit gaat zien. Maar dat heeft wel even geduurd. Ja, dat was wel een zoektocht. Ja, ik denk op veel vlakken dat ik wel heel erg ben gegroeid de afgelopen 2 jaar. Dat heb ik ook wel echt te danken aan de Fiep Westendorp, omdat ik gewoon een soort van financiële vrijheid had om gewoon een beetje te ontdekken. Het project lag al wel voordat ik de Fiep Westendorp stimuleringsprijs won. Het was iets waar ik al een tijdje mee bezig was in mijn hoofd, maar waar ik nog niet echt de juiste vorm van wist te pakken. En door het winnen van de Fiep Westendorp stimuleringsprijs ben ik echt gedwongen om eens goed te kijken naar wat houdt het nou in. En ben ik er ook achter gekomen dat dit eigenlijk echt de essentie is van waar mijn werk over gaat. En ik vind dat ook echt heel erg fijn dat ik deze kans heb gekregen om hier echt goed in te duiken. En de tijd en de rust ook heb gekregen om dit uit te zoeken en te kijken welke vorm hier het beste bij past. Het is voor mij ook een soort afsluiting van de geschiedenis. En dan kan ik daarna zelf ook weer verder met mijn eigen proces. Want het is ook voor het eerst dat ik echt een verhaal maak dat zo narratief is. Dus het is voor mij ook wel een nieuwe manier van werken. Het winnen van de prijs was heel fijn dat ik daardoor financiële zekerheid had. Om gewoon de tijd te nemen en echt na te denken en onderzoek te doen. Nou, dit is een klein gedeelte van de stapel. Hier heb ik ook nog allemaal boeken vol. En hier heb ik ook nog op mijn computer heb ik een hele drive vol gemaakt hoe het leger in elkaar steekt. Eigenlijk met zonder die prijs zou je dat nooit een soort van doen. Zou je het nooit op zo'n grootse manier verder uitpakken. En nu kan ik echt de tijd ervoor nemen om het echt goed te maken. Ik liep al een hele tijd met dit idee rond. Maar ik kon er nooit de tijd aan besteden. Omdat ik geld moest verdienen en andere projecten moest doen. En doordat ik de prijs heb gewonnen, kon ik in alle rust hieraan werken. Op een gegeven moment ging ik helemaal van mijn Fiep Westendorp padje af. Ik denk dat ik door hun ook heel erg de noodzaak begon te voelen van duidelijkheid. Ik verlangde ook naar een soort duidelijkheid. En waar ben ik nou godsnaam mee bezig als kunstenaar? Want dat is in feite wat ik wil zijn, een kunstenaar. Ze omarmden dat ook heel erg, die vrije kant die ik op wilde. Dus dat was heel fijn om te voelen. En zij wilden gewoon dat ik een soort van in die vrije richting toch een soort van duidelijkheid schepte. Ik denk dat ik dat nu ook wel heb kunnen vinden en dat heb ik ook aan hen te danken, denk ik. Ja, zeker. Ik sta blijkbaar op de HKU bekend als die illustrator die de weg heeft vrijgemaakt voor andere illustratoren om lelijk werk te maken. Ja, toen ik de stimuleringsprijs had gewonnen, ik was super blij. Ik was echt van, oh mijn god, mensen geloven in mij, yes. Ik heb heel veel kritiek gehad op het soort werk wat ik maak. En dan heb je een groep mensen die echt achter je staan, waardoor je dus die zelfvertrouwen echt krijgt. En gewoon weet dat je moet doorgaan. En in zo'n korte tijd heb ik me zo erg ontwikkeld als echt een professionele ontwerper, illustrator, kunstenaar. Ik was heel erg blij ermee. Door de Fiep Westendorp prijs kan ik volledig nu leven van mijn praktijk. En kan ik veel meer die ruimte nemen om daar ook echt een soort van in te geloven. Ik heb dus bijvoorbeeld voor een fotoboekenwinkel heb ik een mascotte mogen ontwerpen. De Belgisch kant de morgen, het koffieblad, de Antje de Koning wordt op shirts wordt het binnenkort gemaakt. De Donald Duck, dat is een flink stapel. Ja, van alles.
ze hebben me wel in de spotlight gezet. Ja, de prijs heeft mij echt wel heel veel gebracht. Ik heb zelfs nee moeten zeggen tegen sommige projecten, omdat ik het gewoon te druk had. Voor de VPRO-gids heb ik nu 1 keer per maand een illustratie in bij de Kijken. Volkskrant, Parool ook. We hebben een expositie gehad in Beeld en Geluid. En mijn kussens die zijn in Museum de Fundatie gekomen bij een expositie. En bij Villa Media had ik een interview van 14 pagina's. Een interview in de Volkskrant. Dus zulke soort dingen had ik van tevoren niet aanzien komen. En dat is ook allemaal gebeurd door de Fiep Westendorpprijs, want daardoor heb ik me totaal daarop kunnen focussen en me kunnen professionaliseren. Ja, op verschillende vlakken voel ik me gewoon heel stabiel en serieus genomen en op goede weg. Dat voel ik wel heel diep ofzo. Dus nee, ik ben echt, afgelopen 2 jaar waren echt geweldig. Echt een hele mooie zoektocht. Ik denk dat door Fiep ik illustrator wilde worden. Dat er dan ook nog zo'n prijs mag winnen, dat je dan je droom waar kan maken. En ja, dat ik dus zo in de kijker ben geplaatst dat ik nu fulltime als illustrator aan het werk mag. Ja, is fantastisch. Dat is echt fantastisch.